Breda Nu. Je weet het meteen. Ik sta hier voor Breda Nu in het Stedelijk Museum van Breda. En je zou denken, museum, schilderijen, beeldwerken, kunstwerken. Nou, er is hier iets heel anders aan de hand. Hier zijn museumstukken van muziek vandaag door. Vandaag gaan we luisteren naar Louis Armstrong. U weet iets over het concept van de landas. Kunt u ons uitleggen aan de Bredenaars wat dat betekent? Nou, in feite staan wij hier in een monumentaal pand van de Beiert. En hier in de Beiert hebben wij een prachtig museumcafé omgedoopt tot landas. En dit museumcafé is een heel uniek concept. En waarom? In feite kunt u hier de overgave van Breda in dit café zelf bezichtigen. Ik sta hier bij Harry Kanters, nou, een geweldige topmuzikant. Ik heb ontzettend genoten van dit. Kunt u ons misschien iets vertellen van wat de hele bedoeling van dit prachtige spektakel is? Ja, dit was de aftrap van een serie concerten die we hier organiseren. Dus ik doe dat samen met het museum, Café Landas. En trompetist Michel Varenkamp en ik doen het hele muzikale gebeuren hier. En wat we doen elke maand, elke laatste zondag van de maand, doen we hier een concert. Elke keer met een ander thema. Dus vandaag was het thema Louis Armstrong, de Hot Five. Dus ook in de bezetting was de Hot Five. Met allemaal muzikanten die nummers allemaal goed kennen. Altijd hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, en in dit geval hoe meer zielen, hoe meer geld. En dat betekent dat wij beter in staat zijn om datgene wat wij willen, namelijk promoten van kunst en vooral promoten van dit Stedelijk Museum in Breda, hoe beter wij dat kunnen doen. Want dan kunnen wij ook helpen bij de aanschaf, bij het verbreden van de collectie, verdiepen van de collectie, zodat hier hele mooie exposities kunnen worden gehouden. Dus wij zijn heel erg op zoek naar nieuwe vrienden. U kunt in de camera kunt u het dus vandaag vragen. Van, en misschien dat er ook nog iets onder beeld gebracht kan worden later. Dan zet er een mooi balkje eronder. Maar doe een oproep, zou ik zeggen. Ja, ik zou graag aan alle Bredana's die de stad een warm hart toedragen. En die het museum een warm hart toedragen. Zouden moeten dragen. Zou ik willen oproepen om in ieder geval naar de site van het museum te gaan. Om daar eens te kijken wat de vrienden doen. En dan kunnen ze, als ze dat aardig vinden, kunnen ze daar kijken of ze hun lidmaatschap willen aangaan. En dat betekent dat je dan gratis toegang hebt tot het museum. Dat betekent dat je uitgenodigd wordt voor lezingen, voor de openingen van het museum. En dat je ook nog korting krijgt op prachtige kunstexcursies. Kunstexcursies. God bless you. Breda Nu. Je weet het meteen.